project naschoolse opvang moet na aanpassingen voortgezet worden. De Goyo wil meer economische zekerheid voor vrouwen. En Braziliaanse ambtenaren krijgen halve vrije dag op speeldagen van Brazilië. Goedenavond, dames en heren. Dit is het STVS-journaal op maandag 12 mei. Het project naschoolse opvang mag niet in de prullenbak, maar moet na aanpassingen verder voortgang krijgen. Dit voorstel plaatste André Misikaba vandaag in het parlement tijdens de beantwoording van minister Ashwin Adhin over de begroting van het MINOF. Natuurlijk ben ik het eens met u dat hier en daar, en we kunnen de zaken inderdaad noemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voor mij pas 20, die niet goed gaan in het project. Maar voorzitter, om steeds de rode lijn te trekken door het project, ik denk dat het niet juist is, voorzitter. Voorzitter, wanneer er wordt gesproken over coördinatoren, voorzitter, ik wil weten wie de coördinatoren zijn die hier in het parlement zijn. Dat is ook iets wat wordt gezegd, voorzitter. Laat men dan de coördinatoren noemen, voorzitter. Want het is niet juist om wollige verhalen te blijven vertellen, voorzitter, voor zo'n goed project dat ook, voorzitter, dat deel van het gemeenschap dat hij claimt te vertegenwoordigen ten goede komt, voorzitter. Ik denk dat het niet juist is. Minister, ik denk dat we moeten vragen dat inderdaad de knelpunten die geïdentificeerd zijn, dat die worden aangepakt. Maar wij kunnen dat project, voorzitter, niet in de prullenbak gooien, voorzitter. Dat is wat de oppositie wil, althans een deel van de oppositie, voorzitter. Maar wij gaan dat niet doen, voorzitter. Wij gaan wel de knelpunten aanpakken, maar we vragen dat het project met vaste hand wordt voortgezet. Minister Adhin is ervan overtuigd dat de nieuwe stijl van dit project een betere impact zal hebben. Het belang van de naschoolse opvang is volgens de bewindsman enorm, dus zullen ongeacht alle basisscholen moeten deelnemen aan dit project. Melvin Bova onderstreept het punt van de minister. Dat wij nu in de naschoolse opvang, nieuwe stijl, voorzitter, hier ruimte hebben dat de school, een toevallige school of een toevallige schoolleider, voorzitter, wil of niet wil participeren aan het programma NOB, voorzitter. Het is een programma dat gedraaid wordt en gedraaid zal worden op alle scholen. En dat schoolleiders scholen niet naar willekeur per toeval of niet per toeval, voorzitter, zeggen ik doe wel of ik doe niet mee. In de praktijk gebeurt dat nog. Maar ik denk dat vanuit het beleid het duidelijk moet zijn dat het voortgaat, voorzitter. Voorzitter, verder wil ik benadrukken één ding wat de minister heeft aangegeven. En ik ben blij dat hij heeft gezegd dat in de nieuwe stijl wij echt zien dat er een accentverschuiving komt. Daarom vond ik die discussie zo net een beetje jammer. Omdat het nog bij het accent van voeding lag, voorzitter. Maar in de praktijk, in de uitvoering, is er een accentverschuiving van voeding naar opvoeding. Daarom ook de naamswijziging van NSO, naschoolse opvang alleen, naar opvang en begeleiding. Ik denk dat we blij moeten zijn met deze nieuwe kans dat het programma heeft. En we wensen, voorzitter, dat wat dat betreft het beleid, de minister, het ministerie, daarvoor alle nodige ondersteuning krijgt. Verder ging minister Adhin in op de uitbreiding van de naschoolse opvang en de herstructurering van de coördinatie. Evenals de naschoolse opvang verzekerde minister Adhin dat de Bigisma-score ook niet wordt stopgezet. Het DNA-lid Joan de Goyo wil meer economische zekerheid voor de Surinaamse vrouwen onder alle lagen. Dit gaf ze gisteren mee tijdens het verstrekken van voedselpakketten aan verschillende moeders in de resorten Beekhuizen en Flora. Het initiatief kwam van het NDP jongerenbestuur van Beekhuizen. Het doel hiervan is tegemoetkoming. Eigenlijk, dat is het doel erachter gewoon. Waarom een tegemoetkoming? Waarom een tegemoetkoming? Omdat als je kijkt naar Beekhuizen, zijn enkele moeders die het heel hard nodig hebben. En vandaar dat we dachten, we doen wat terug voor de gemeenschap. Ik hoop dat dit goed zou doen. Natuurlijk, maar ik ben ziek, dan word ik een beetje sneller. De jongeren hebben na een buurtonderzoek enkele bijzondere moeders gespot. Moeders die niet al te makkelijk hun verplichtingen kunnen nakomen.
Volgens de Goyo mag het niet zo zijn dat deze groep alleen maar met een voedselpakket wordt verwend. Zij ziet eerder dat de sociale zekerheid van alle moeders goed in place wordt gebracht. Moeders met name moeten de gelegenheid krijgen, zeker als vrouw, om ook hun bijdrage te leveren. Ik denk met name dat we verder moeten gaan werken aan die zorg. Die zorg, met name de reproductieve gezondheidszorg, dat vrouwen toegang hebben. We denken zo aan de economische situatie van vrouwen. Dat vrouwen vanwege het feit dat ze zo'n beetje die economische macht ontberen, minder op een bepaald niveau kunnen meedoen aan die samenleving. Ik denk dat we al dat soort dingen in place moeten zetten. En de Goyo liet het vandaag ook merken tijdens de behandeling van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Het DNA-lid ging in op de waardering en behandeling van bepaalde Surinaamse vrouwen. Ik vind dat we elk geval van verkrachting, van ontvoering, van whatsoever een vrouw aangaande, vind ik dat we serieus moeten nemen, voorzitter. Mogen vrouwen in Suriname vrij zijn, voorzitter? Mogen ze vrij zijn, voorzitter? Elk geval... Voorzitter, ik word gestoord. Leden, aan mevrouw Lid. Ja. Voorzitter, ik Dank. Word plat gebeld. Oh, het gaat om een Saskia, om een Priya. Maar, voorzitter, aandacht hiervoor. Ik had tenminste verwacht van de minister, voorzitter, dat hij het zou hebben over de betrokkenheid van mannen in geweld tegen vrouwen. Het opheffen van geweld tegen vrouwen heeft alles te maken met de man, voorzitter. Ik had tenminste verwacht dat hij had gezegd dat de mannen moeten weten dat ze hun handen in hun zakken moeten houden en hun mannelijkheid in hun broek. Dank u wel. Verpleegkundigen, krachtig in verandering, vitaal voor gezondheid. Dit is het thema van de Internationale Dag van Verpleegkundigen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag haar verpleegkundigen in de bloemetjes gezet. Het werk van de verpleegkundigen wordt nog niet in voldoende mate gewaardeerd, zegt verpleegkundig directeur Glenda Richards. Ja en nee. Ja en nee. Ja, zeg ik, omdat het ziekenhuis, met name de directie, er alles aan doet om de verpleging een beetje beter te accommoderen nu. En te faciliteren ook. En dan nee, zeg ik, omdat toch als het gaat om loonstructuren, je ziet dat de verpleging toch achterblijft ten opzichte van andere beroepsgroepen. Op de eerste plaats zou ik willen dat ze zich beter gaan bekwamen, dus qua kennis. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste, hun kennis opvijzelen. Ik zou graag, echt waar, en daarmee ben ik bezig nu, om verpleegkundigen te laten scholen als jurist. Die weet precies wat het werk in het werk omgaat en die kan beter advocaten naar de patiënt toe en misschien naar de familie toe hoe dingen moeten. En dus de verpleging als verpleegkundige met een basis als verpleegkundige, maar verder brengen in de maatschappij qua kennis. De verpleegkundige van het jaar van het AZP is Anesta Panza. Panza geeft aan dat ze haar werk met plezier doet, maar ook dat zij veel leert bij het uitoefenen van haar beroep. Als verpleegkundige moet je blijven scholen en blijven meegaan met de ontwikkelingen. Het werkveld verandert steeds en zo is ons vak ook. Steeds gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, waardoor je werk als verpleegkundige veel beter en op hoger niveau kan doen. Wel, ik heb verschillende ervaringen gehad, maar mijn ervaring als verpleegkundige, het is een heel interessant beroep. Het blijft, je leert steeds weer nieuwe dingen bij. Soms denk je van, ach ja, maar dat weet ik al. En als je verder gaat, dan zie je dat je steeds nieuwe dingen bij leert. Dus het is een heel interessante werk, hoor. De verpleegkundigen blijven een belangrijke rol spelen bij de behandeling van de patiënt. De directeur van het AZP geeft aan welke rol de verpleegkundigen zullen spelen bij de nieuwe visie van het ziekenhuis. De nieuwe visie 2020 staat de transformatie van een academisch ziekenhuis Paramaribo naar een nieuw academisch medisch centrum voor geheel Suriname centraal. En daarin vervullen die verpleegkundigen natuurlijk ook een heel erg belangrijke centrale rol. En die verandering moet bij hun komen. Heel algemeen gesteld zeggen wij, we moeten van patiëntbehandeling naar een meer klantgerichte benadering toe. Aan de andere kant mag deze groep van ons verwachten dat we dan ook investeren
in onze infrastructuur, zodat hun werkomstandigheden verbeteren. Want die zijn op dit moment absoluut niet optimaal. Dat weet de gemeenschap. Verder ging DNA-voorzitter Jennifer Simons vandaag bij de start van de vergadering in op de dag der verpleging met een felicitatieboodschap. Voordat we beginnen met de vergadering, leden, wil ik graag inderdaad vandaag aangeven dat het toch ook een bijzondere dag is, de dag van de verpleging. En ik wil mijn beste wensen naar allen werkzaam in dat beroep overbrengen. Wij zijn hen dankbaar voor alles wat ze doen. En we hopen dat meer en meer het beroep zich zal ontwikkelen, uitbreiden en meer carrière-mogelijkheden bieden. En dat het verder steeds meer met het hart en met het hoofd kan worden gedaan. Mijn beste wensen aan allen die in de verzorgende beroepen zitten. En dan blijven wij bij de verpleegkundigen en wel de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname, VVS, die niet tevreden is over de positie van hun groep. En dat zegt Liefda Sommo, president van de VVS. Deze groep wordt nog ondergewaardeerd, zegt de VVS-voorzitter. We moeten ons laten horen. We moeten laten merken dat we niet tevreden zijn met de positie die we nu bekleden binnen de gezondheidszorg. Maar als we niets zeggen, ook al zou iemand het weten, zou men misschien denken van ze zijn er tevreden mee. Toch? Maar daarom hebben wij van de VVS, we proberen het aan te moedigen dat mijn collega's en ook ik beter onze stem zullen laten horen. In verband met de dag der verpleging heeft de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname een lezing gehouden. De lezing was bedoeld om de verpleegkundigen bij elkaar te brengen. De VVS-voorzitter zegt dat de verpleegkundigen en ziekenverzorgenden de handen ook in eigen boezem moeten steken als ze ook een verandering willen zien. Van de vereniging zeg ik dat we eerst de handen in eigen boezem moeten steken. Wat hebben we al die tijd eraan gedaan om onze positie te krijgen? Het is niet zomaar dat er een thema geformuleerd is dat wij de bron is voor gezondheid en dat we kracht hebben om een bijdrage te leveren als het gaat om veranderingen. Dus als eerste grote verandering, dan denk ik ook aan een betere positie. De International Council of Nurses heeft deze dag in 1910 in het leven geroepen. De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, blijft bij het standpunt dat de doodstraf in Suriname moet worden afgeschaft. Volgens de bewindsman zijn er drie belangrijke redenen die dit standpunt bekrachtigen. Allereerst wordt deze sanctie in de praktijk niet toegepast. Ten tweede kan een principiële reden worden genoemd. De overheid kan zich niet het recht toe-eigenen om deze ultieme straf ten uitvoer te brengen. Tot slot is er een praktische reden, geachte voorzitter. De doodstraf is absoluut en onomkeerbaar. De straf geeft geen erkenning aan de menselijke feilbaarheid. Volgens Belfort zijn er genoeg argumenten die de afschaffing van de doodstraf ondersteunen. De minister verwees naar andere vormen van veroordeling in plaats van de doodstraf. Door verhoging van de tijdelijke gevangenisstraf van 15 jaar, geachte voorzitter, naar 20 jaar en volgens de straf in het geval van cumulatie van straffen en als alternatief van de levenslange gevangenisstraf te verhogen van 20 naar 30 jaar, geachte voorzitter. Minister Belfort zegt zich meer te beijveren om het concept herziening wetboek van strafrecht ter behandeling in de Nationale Assemblée in te dienen. Verder deed de minister een beroep naar aanleiding van de kwestie van geweld tegen vrouwen. Hier in uw college, voorzitter, roep ik alle vrouwen op, voorzitter, die slachtoffer zijn van een of ander
geweld dan wel misbruik, voorzitter. Om niet te schromen, voorzitter. Om aangifte te doen en het daarbij laten, voorzitter. En niet achteraf een brief te gaan schrijven of ten parkette of in de rechtszaal aan het verhaal te gaan voorhouden, voorzitter. Kennelijk bedoeld om die persoon die daar in de beklaagde bank zit vrij te krijgen, voorzitter. Enkel maar omdat die persoon belooft beterschap, voorzitter. Terwijl andere dingen gebeuren op het moment de persoon in vrijheid is gesteld, voorzitter. Nogmaals, voorzitter, dit is een verschrikkelijk ding, voorzitter. Ik praat uit ervaring van een aantal jaren, voorzitter. Wereldwijd groeien economieën op basis van productinnovatie. Deze zijn ontwikkelingen die op de markt worden geïntroduceerd met een nieuwe, vernieuwde of aanzienlijk verbeterde product of dienst. Fabrication Laboratory, FabLab, is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers en lasersnijders. Op de producten die ontwikkeld zijn in zo'n FabLab, daar kunnen geen rechten geclaimd worden omdat verdediging van zo'n productontwerp moeilijk is. Er zijn wereldwijd ruim 220 FabLabs. Suriname heeft nu al een jaar een FabLab in het regeringsgebouw. Reina Raveles is belast met de coördinatie en zegt dat het bieden van de faciliteit aan ondernemers en studenten nog gratis is. Productinnovatie is nog vrij nieuw in Suriname. Het nut van zo'n FabLab is om producten te ontwikkelen en die op de markt te brengen waar zowel het land als de ondernemer aan verdient. We zijn op dit moment met een ondernemer bezig die een idee had voor een boot. Hij is een botenhandelaar en hij is bezig dat verder uit te werken tot een commercieel product. Wat we ook hebben zijn studenten die een 3D-model maken. En dat komen ze bij ons 3D-printen of uitsnijden met de laser of in het groot, in een grote frees die ook staat in het FabLab. Vrouwen binnen de verschillende gewapende beroepen moeten nog meer herkend en erkend worden. Tot deze conclusie komt Danielle Feira, initiatiefnemer van het tweedaagse symposium, waarbij het versterken van de positie van de vrouwen werkende bij de gewapende machten centraal staat. Het is het eerste leiderschapssymposium dat voor vrouwen in de gewapende beroepen is georganiseerd. Vrouwen in verschillende korpsen nemen deel aan het congres, welke in de ballroom van Hotel Torarica wordt gehouden. Tijdens dit symposium zijn de onderwerpen die belicht zullen worden leiderschap, het positioneren binnen de organisatie, werk en gezin, gezondheid, stressmanagement en spiritualiteit. De opening van het symposium werd verricht door DNA-voorzitter Jennifer Simons, die de vrouwen aanmoedigde om hun vrouw zijn te bewijzen. Het vrouwelijk element van de mens, de vrouw, is even belangrijk als het mannelijk element. Het betekent, u moet niet gaan in het leger en een kleine man worden in een vrouwenlichaam. Ja, u moet niet een man zijn in een vrouwenlichaam. U moet uw vrouw zijn in het leger brengen. En dat is niet zo'n makkelijke opdracht als hoe ik het hier zeg. Hetzelfde geldt voor de politiek. U moet niet een man zijn, politieke man in een vrouwenlichaam. U moet uw vrouw zijn in die politiek brengen. En uw vrouw zijn heeft vele kanten. Het heeft de emotie. Het heeft de kant van het zorgen voor. Het heeft de kant van het laten groeien van de gemeenschap. Het heeft de kant van nurturing, bescherming. En dat lijkt dwars tegen de taken van bijvoorbeeld het leger in te gaan. Toch geloof ik dat niet helemaal. Het thema van het symposium is ontwikkel jezelf. Vergroot de kracht van je organisatie. Velen van de deelnemers kijken uit naar meer van dergelijke seminars. Gracia Fient heeft een leidinggevende positie binnen het Korps Politie Suriname. Zij ziet zichzelf over enkele jaren hoger opkomen binnen de organisatie, samen met andere vrouwen bij de andere gewapende machten. Zo is voor mij heel leerrijk. En ik denk dat men nog meer van zulke
zaken moet organiseren. Waarom zegt u dat? Om die vrouwen te triggeren, dat ze hun positie kunnen, als het ware, kunnen bemachtigen. Gebeurt dat nog niet? Ja, het gebeurt wel, maar ietsje meer. Ik ben nu al om en bij 15 jaar, dus in die 15 jaar is toch wel gaan groeien hoor. Wat heeft u gemerkt? Dat we meer geaccepteerd zijn, toch? De samenwerking met mannen. Ik vind het een zeer goed idee. Toen ik het hoorde, heb ik zeer enthousiast gereageerd. Ik bedoel, het is alom bekend dat de vrouwen binnen zulke diensten als het ware niet worden geteld. Dus het is een kans voor ons om ons te bewijzen. Dat we willen echt geteld worden? Tuurlijk, ik bedoel, je stapt niet in een gewapende dienst om achter een bureau te gaan zitten. Dus op de eerste plaats zijn vrouwen inderdaad om kinderen te maken. Want daarvoor zijn we vrouwen, ja, vrouwen en mannen. En uiteraard, een vrouw is er om kinderen te maken. Maar een vrouw is er ook voor andere doeleinden. En ik zeg altijd, een vrouw, de vrouw is sterker dan de man. Dat blijf ik zeggen. Waarom? Omdat ik bijvoorbeeld in de huishouden. De vrouw moet bijvoorbeeld alles doen. En de man maakt zich niet druk. Soms brengt hij de centjes en is hij klaar. De vrouw moet kijken van hoe ze het gaat doen en wat ze allemaal gaat doen. Soms huilen die kinderen, daar hebben ze die, daar hebben ze dat. Dus een vrouw die echt altijd, ze is bezig. Feira vertelt wat het belang is van het seminar, omdat zij ervan overtuigd is dat vrouwen hun positie moeten innemen en daarom een vuist moeten vormen. We mogen zeggen dat er progressie is, maar we denken dat het goed zal zijn als er extra aandacht wordt besteed aan vrouwen en mannen in de organisatie. En in deze denk ik, wanneer je daar aandacht aan besteedt, dan merk je dat ook wel op. Dat er gericht daarmee wordt gewerkt. Je ziet dat in beleidsstukken. Je merkt dat op wanneer er opleidingstrajecten worden uitgezet. En je merkt het natuurlijk ook wel op. Wanneer je bezig bent met de volledige uitzetting van het werk en de plaatsing en zichtbaarheid van vrouwen in die organisatie. Het symposium wordt afgesloten op 14 mei met een sportdag in de Mimrebuku-kazerne. De eerste stap in het verder ontwikkelen van de Paralympische comité's en organisaties die betrokken zijn bij gehandicapte sport in de Nederlandstalige landen en eilanden is vandaag gezet. Dit is gedaan door een kick-off van een regionale Paralympische sportworkshop, bedoeld voor sportcoaches en bestuursleden van de Nationale Paralympische Comité's. Edward Gessel, ondervoorzitter Paralympic Suriname, gaat in op het doel van de workshop. Het is een workshop speciaal georganiseerd door Paralympic Suriname. Paralympics is sport voor mensen met een lichamelijke beperking. We zijn 3 jaar geleden uitgenodigd door de sportsectie in Nederland, Paralympics Nederland, om met een aantal atleten daarheen te komen. En toen zijn er afspraken gemaakt om hier een hele grote workshop op te zetten, waarbij dus coaches de laatste technieken worden bijgebracht omgaan met mensen met een beperking. Daarna zijn ze dan een volleerd coach om mensen met een beperking te begeleiden in de sport. Want natuurlijk, je begrijpt wel, ook al ben je gewoon sportleraar of gymleraar of sportcoach, deze groep moet toch een beetje op een andere manier benaderd worden. En het wordt ze dan bijgebracht. Maar dan zijn ze nog niet klaar. Het is niet zo dat ze aan het eind een examen doen, maar dan worden ze weer gevolgd. En de kniep is bijgebracht, kijken waar ze tekort schieten, waar nog bijgespijkerd moet worden. Het Nationaal Paralympisch Comité van Suriname werkt gestaag eraan om sporters met een beperking de gelegenheid te bieden aan sport te doen, zich te meten met anderen en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Via het Nationaal Paralympisch Comité van Suriname hebben individuele sporters een platform gekregen en kunnen zij deelnemen aan internationale competities. Gessel geeft aan wat de mogelijkheden van Surinaamse sporters met een beperking zijn. Wat dat betreft staan we nog in de kinderschoenen in Suriname. Je ziet het trouwens ook normaal op straat is het eigenlijk nauwelijks toegankelijk. Als je in een rolstoel bent, kan je niet eens van de Magnestraat naar de Dominiestraat rijden. Laat staan de sportfaciliteiten. Dus daar moet nog heel veel aan gedaan worden. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dus wij beginnen met de coaches, we beginnen met een kleine groep atleten. En dan gaat het zich verder ontwikkelen.
De workshop wordt gehouden van 12 tot en met 16 mei 2014 en wordt afgesloten met een sportdag in het SOGK op 17 mei aanstaande. En gisterochtend, omstreeks 17:30, heeft zich een schietincident voorgedaan bij SO on the Run aan de Wilhelminastraat. Een politieman in Burger was in zijn voertuig dat op het terrein geparkeerd stond toen een ander voertuig met gierende banden het terrein op kwam rijden. De twee mannen in het voertuig werden door de agent aangesproken. De twee mannen liepen naar het voertuig van de politieman en dienden hem door de openstaande ruit enkele vuistslagen toe. Twee bewakers konden hen verwijderen, waarna de agent uitstapte en zijn dienstwapen tevoorschijn haalde. Het liep uit op een schermutseling, waarbij het wapen afging en een der mannen in de rechterzijde van zijn borst werd geraakt. Dezelfde patroon verliet het lichaam via een uitschot en verwondde een andere man aan de wang. Beide gewonden zijn ter observatie opgenomen bij de spoedeisende hulp. En vanochtend hebben 4 gewapende criminelen een overval gepleegd op de beheerder en een bewaker van de Paramaribo Zoo. Ongeveer 4000 Surinaamse dollars en de zaktelefoons van de twee slachtoffers werden buitgemaakt. Aldus informatie van de Publiciteits- en Informatiedienst van het Korps Politie Suriname. Dit was het Nationaal Nieuws. Ik ben er straks met de internationale berichten. En dat was mijn bijdrage aan het journaal.